Welkom bij First Class. Vandaag maak ik voor jullie gemarineerde zeebarbeel met radijs en tomatenkoolie. De ingrediënten. Wat hebben we nodig? Zeebarbeel, zure room, tomatenkoolie, radijs, citrus Afrikaan. De zeebarbeel, die is van super kwaliteit. Die heb ik al gefileerd. Hoe je dat moet doen, dat kunt u zien in een vorige aflevering van First Class. Dus, we nemen de filet. En we gaan de filet eigenlijk eerst kruiden. Aan de binnenkant. Grof zout. Citroensap. Olijfolie. Dan gaan we de vis omdraaien. En dan gaan we mooi midden doorsnijden. En wat ik nu ga doen is eigenlijk de velkant lichtjes afbranden met de bunsenbrander. Waarom doe ik dat? Je gaat zien, er komt hier allemaal olie uit het vel. Dus eigenlijk de visolie die eigenlijk loskomt van de filet, van het vel. En dat gaat eigenlijk extra smaak geven aan de vis. Daarbij gaan we nog een klein beetje verder afkruiden. Dus een beetje grof zout, peper, citroensap en olijfolie. Dat gaan we ongeveer een vijftal minuutjes laten marineren. De radijsjes, die hebben we al gewassen. Die gaan we mooie stukjes snijden. Die gaan we ook afkruiden met peper en zout. Een beetje olijfolie, citroensap. De vis is nog mooi rauw, die is mooi gemarineerd. Dus het citroensap heeft zijn werk gedaan. En je ziet dat eigenlijk doordat de vis lichtjes wit kleurt. Dat is eigenlijk een soort haring, maar dan eigenlijk van het zuur. We hebben hier wat zure room. Nu doen we er wat blaadjes citrus Afrikaantjes over. Die hebben we al eens gemaakt in een vorige uitzending. Dat kunt u terugvinden op firstclass.tv. Die gaan we ook ijskoud gaan serveren. Gemarineerde zeebarbeel, zure room, radijsjes en tomatenkoolie. Super lekker zomerse rechtje. Visje van bij ons, First Class. Smakelijk en geniet ervan.